Wat is volgens u het beste omnichannel voorbeeld en waarom? Wat we nu zien op Nederlandse grond. Ik vind dat Hunkemöller heel erg goed bezig is met omnichannel retailing. En dan met name het integreren van alle kanalen waarvan een consument zich bedient om in contact te komen met het merk Hunkemöller en de diensten, CQ-producten die Hunkemöller biedt. De service die ze daarbij waarvan ze zich bedienen. En de integratie van het online en offline kanaal. En zouden veel meer bedrijven dat voorbeeld moeten volgen? Of wat is de beste weg? De beste weg is volgens mij per retailer verschillend. Dat hangt heel erg af van het karakter van de retailer. Ik vind ook dat een copycat gedrag per definitie niet succesvol hoeft te zijn. Misschien zelfs wel het tegendeel. Ik denk dat je heel goed moet kijken van wat wil ik overdragen? Hoe wil ik dat de klant mij ervaart? Hoe wil ik dat de klant ervaringen opdoet? Zowel die wanneer hij in de winkel is, wanneer hij offline is, wanneer hij iets van mij ziet in de omgeving. En is dat de boodschap die ik wil overdragen aan mijn klanten en waarmee ik de klanten aan mij kan binden? En doe dat op zo'n manier dat je die klantbinding hebt, dat je de klant steeds een ultieme ervaring biedt, maar ook dat je uiteraard succesvol kunt blijven zijn, dus dat je winstgevend kunt blijven opereren. Wij hebben daarvoor gezegd van ja, customer intimacy meets operational excellence. Wat misschien hele mooie termen zijn, maar eigenlijk is het gewoon heel kostenefficiënt die klant aan je weten te binden. En wat betekent dat voor de toekomst van omnichannel en retail in het algemeen? Ik denk dat door de technologische ontwikkeling de klant zich van steeds meer middelen kan bedienen om in contact te komen met de retailer. Dat het aan de retailer is om scherp te zijn van wat is er allemaal mogelijk en hoe bedien ik me van die middelen. Maar zeer zeker ook van ja, misschien is mijn concept wel helemaal niet goed meer en moet ik gaan kijken hoe kan ik een nieuw businessmodel gaan creëren. Of hoe ga ik als kleine retailer, of misschien zelfs wel speciaalzaak, ook gebruik maken van omnichannel retailing. En ga ik een platform creëren met nog meer speciaalzaken. Ofwel gericht op één thema, ofwel een winkelstraat kopiëren online. En ga daar zoeken naar een verbinding. Of de modellen als abonnementen die je ziet komen, of sharing. Een auto kopen met meerdere gezinnen en daar gebruik van gaan maken. Dus ik denk dat er heel veel staat te gebeuren op het gebied van retailing. Waar retailers zich bewust van kunnen en eigenlijk wel moeten zijn. Wat moeten retailers dan morgen doen? Kijken naar de stap die ze het eerste kunnen zetten. Uitgaande van hun bestaande middelen, hun bestaande propositie. En ook kijken van is die propositie inderdaad nog houdbaar richting. Nou, we hebben natuurlijk Shopping 2020 gehad. Nou, wellicht moet dat het stipje aan de horizon zijn, omdat dat nog maar 4,5 jaar na nu is. En welke stap ga ik dan zetten om ofwel ook online bekendheid te krijgen of op de mobile devices ook inderdaad iets van presence te geven naar de klant. Of hoe ga ik mijn eigen winkel transformeren zodat dat het weer leuk wordt om te winkelen en dat het niet een pure uitstalling van alleen maar producten is.